Leerlingen van basisschool De Dijk trokken er woensdag op uit om de omgeving van de school wat netter te maken. Van groep 1 tot en met 8 droegen ze op die manier hun steentje bij aan de World Cleanup Day, die officieel op 19 september plaatsvindt. Vandaag is het Nationale Schoonmaakdag en De Dijk doet er altijd aan mee. We zijn met de kinderen hier van groep 6a zijn we aan het schoonmaken rond het winkelcentrum, parkeerplaatsen en de weg ernaartoe ook. We hebben vuilniszakken mee, de kinderen hebben hesjes en handschoenen, dus dat gaat hartstikke goed. Ja. En waarom is het belangrijk om dit met de kinderen te doen? Wij vinden het heel belangrijk om met kinderen te doen, omdat ze eigenlijk leren dat ze het later zelf hun spulletjes bij zich moeten houden en in de bak moeten gooien. Ja. Want als je hebt meegedaan aan het opruimen, dan de volgende dag zal je het wel uit je hoofd laten om je rommel weg te gooien. Wat heb je allemaal al opgeruimd? Nou, we hebben heel veel sigaretjes, heel veel papier en heel veel plastic hebben we opgeruimd. En vind je het belangrijk om toch op te ruimen? Ja, dat vind ik wel heel belangrijk voor het milieu. Want ik vind het niet kunnen als mensen zomaar het afval op straat gooien. Organiseren jullie nog meer rondom de Cleanup Day? Ja, we hebben vandaag ook filmpjes. Op een digibord, we hebben een werkblad wat ze kunnen maken. Als ze willen kunnen ze ook een medaille krijgen op papier. Dus dat is allemaal goed voorbereid. Wat heel leuk is, is dat we van de ondernemers hier hebben we bananen, appels en drinken gekregen. Want die vinden het belangrijk dat we dat hier doen. Dus zo helpen we elkaar een beetje.